de hoofdsponsors, voetbal en Nieuwkaasen zijn kortsponsors Schimmel en Sander en Jules 4 uur presenteren de vijfde ronde van de Koffiedisco. KWC Westerlo, Koninklijke Sporting Heist. Zonderhandel dat dan hier vanavond de Cup in Westerlo dus op een zaterdagavond, dat is een hele tijdje. Welkom uiteraard aan onze eigen supporters. We hopen dat zij hun kelen vandaag zullen schorsen, want ze hebben nog tijd tot 9 september, want dan is dat de volgende thuiswedstrijd om hun stem te laten helen. Ook welkom uiteraard aan de bezoekers. Hij kwam met een halve bus geblesseerde terug uit Boussoudour, maar ze creëren toch het eerste gevaar. Guitens kan de paas van Stevens neutraliseren. Westerlo heeft meer balbezit en als Kools goed infiltreert en binnenkopt is het meteen raak bij de eerste kans voor de thuisploeg. 1-0 in de 8e minuut. Het centrale duo Maartens de Greef laat zich dan twee keer aftroeven in de lucht, terwijl maar eerst is Ruttes bij de pinken. En daarna wordt een kopbal van Webers van de lijn gekeerd. Westerlo komt twee keer goed weg. Maar ook in bekervoetbal blijft kansen missen niet onbestraft. Goor kopt de 2-0 over Ruttes in doel. Westerlo acteert bijzonder efficiënt in de openingsfase. Hijst laat daarna ook zijn vierde kans onbenut als de jongen van Roosbroek overmikt. Westerlo zet daar enkel een actie van Owusu tegenover. 2-0 is de erg gevleide ruststand voor de Kemphanen. Westerlo heeft in de tweede helft doorlopend de controle, maar veel opwinding levert dat niet meer op. Het blijft bij 2-0, een logische zege van Westerlo tegen een Hijstse noodploeg. Aanvankelijk zat ik op de bank, maar dan met uitvallen van Paulussen ben ik een kwartier voor de wedstrijd op de hoogte gebracht dat ik erin kwam. En natuurlijk leuk dat je dan een goaltje kunt meepikken. Maar je moet ook niet vergeten, dus bij Heist waren er een aantal spelers bij die, of niet bij, een stuk of 4-5 die uit kwetsuur kwamen. En dat maakt het toch extra moeilijk, vind ik, omdat, of moeilijk, dat zijn toch jongens die zich willen bewijzen. Ook omdat er een aantal bij waren die hier een opleiding hebben gehad. Maar we kunnen inderdaad vrij vroeg scoren en ja, dat heeft ons wel geholpen in het verder verloop van de wedstrijd. We wisten eigenlijk aanvankelijk dat Heist een goed blok was. Dus was de opdracht om goed vast te zetten en meteen druk te zetten. En ik denk dat dat goed gelukt is. Is dat ook, ja, in contrast met de vorige wedstrijd, werd er deze week nog iets speciaals gezegd op training of zo? Ja, we wisten zelf ook wel dat het niet echt goed was tegen Oudenaarde. Dus moesten we een antwoord geven en we zijn daar vandaag in geslaagd. En dat geeft moed om naar de volgende wedstrijd te gaan, denk ik. De volgende wedstrijd moet bijna een herhaling worden van vandaag dan, hè? Ja, we moeten er vol voor gaan nu, hè. We zijn twee puntjes verloren woensdag. Dus moeten we dat terug inhalen. Niet vergeten, iedereen bombardeert ons als favoriet, tenzij kampioen of tenzij van de eindronde. Dus dat is niet zo gemakkelijk. En langs de andere kant is ook een ploeg die helemaal nieuw is. Hè, je mocht niet vergeten, afgelopen woensdag tegen Oudenaarde stonden er 9 nieuwe spelers in het veld. Dus naar automatisme toe is dat geen voordeel. We werken er keihard aan natuurlijk, maar Een ploeg koop je niet natuurlijk. Hè. Er zijn veel nieuwe spelers. En dan is het zaak om proberen zoveel mogelijk automatisme te kweken. En als een druk gelijk zo hoog is, dan is dat niet evident. Maar vandaag scoren we vrij vroeg. En dan zie je toch dat er toch rust in die ploeg komt. Niet altijd zoals we willen. Omdat, vond ik, de tweede helft, het derde doelpunt te lang uitbleef. Het is er uiteindelijk niet gekomen, maar we hadden iets sneller het derde doelpunt moeten maken. Maar toch tevreden. Ja, deze week raakt ook nieuws bekend, Kevin van den Berg keer terug. Dat moet toch ook wel een opsteker zijn. Hè?
Ja, dus normaal staat Kevin garant voor een 12-tal doelpunten op het seizoen. Dus we gaan zien, hij heeft ook de ganse voorbereiding kunnen meedoen met KV Mechelen. Dus, en we rekenen op Kevin, dus hij zal belangrijk worden voor deze ploeg. Waarom? Omdat hij gemakkelijk doelpunten maakt.